Op dit moment zijn er veel jongeren die thuis zitten, geen activiteit kunnen doen, geen sport. Dus op deze manier willen wij weer de jongeren iets aan gaan bieden, dat ze toch weer buiten kunnen komen. En dan kijken we dat we met bepaalde groepjes weer verder kunnen gaan borduren voor de rest van het jaar. We hebben vandaag een bubbelbaltoernooi, zeg maar, met onze nieuwe voetbalbubbelballen. Die we hebben gekregen vanuit de Rotary Club. Die hebben ze ons geschonken, samen voor ook Stichting RKC Waalwijk. Alleen bij ons staan de logo's erop, samen met de van de Rotary. En vandaag gaan we zoveel mogelijk jongeren die willen, mogen dan hier gebruik van maken vandaag. We hebben in ieder geval gekozen om juist geen toernooitje te doen, omdat we eerst willen kijken hoe het werkt. En tot nu toe loopt het goed eigenlijk, dus ze vinden het leuk. Er is ook wat gedoe met jullie rondom de gemeente. Willen jullie hiermee ook een signaal afgeven dat het belangrijk is dat jullie er zijn voor de jongeren? Met die insteek hebben we het niet gedaan, inderdaad. Want over het algemeen doen we altijd gewoon activiteiten van jongeren. Een activiteit voor jongeren is een onderdeel van ons. Het is eigenlijk een manier om jongeren weer te leren kennen. Dus dat is eigenlijk meer de ballen zijn meer als middel dan als doel. Het is voor hun ook allemaal de eerste keer. En het is ook wel de bubbelballen, zou ik zo zeggen, als je dat normaal bij een bedrijf wil doen, is het best prijzig. En nu kunnen we dat ook weer laagdrempelig houden. En de jongeren mogen het ook gratis bij ons uitvoeren. Dus deelnemen gratis.